Toneelgroep Daghap speelde onder regie van Greetje Danner, die ook een kleine rol in het stuk heeft, een bijzonder leuke première van Annie M.G. op Soestdijk. Het stuk speelt zich af in 1958, het jaar na de Greet Hofmans affaire. Prins Bernhard heeft ervoor gezorgd dat deze gebedsgenezeres van Soestdijk moest verdwijnen en koningin Juliana maakt een moeilijke, eenzame tijd door. Zij besluit haar oude hobby toneelspelen weer op te pakken en geeft Annie M.G. Schmid opdracht speciaal voor haar en haar studievriendinnen een toneelstuk te schrijven dat met kerst zal worden opgevoerd. Het brutale blijspel Vrouwen om Dr. Deninga gaat over een man die nooit thuis is en een geheime minnares heeft.